Ronde 28, Mitchell Denkers van ADO neemt het op tegen Tom van Roda JC. De man uit het zuiden van het land. Wat gaat dit worden? Een heel mooi team van Roda tegen een iets minder team van ADO. Kan Mitchell stunten? Dat is de vraag. We gaan het meemaken. Het is Mitchell Denkers tegen Roda. Yes, succes, man. De handen worden geschud. Dan is hier een playlist van Mitchell. Mitchell heeft veel decibel opstaan hier. Kan ik je wel vertellen. En dan worden de opstellingen gesfeerd. Jullie zien het van ADO. Maar Roda gaat in een 4-1-2-1-2 spelen met Casemiro op CVM. En George Best op 10. Messi, Ronaldo voorin. Modric en Gullit op de CM. Marcelo, Ramos, Smalling, Walker en De Gea. Even voor jullie informatie. Want jullie zien dat scherm natuurlijk niet. Spanning en sensatie. ADO die zijn vorige wedstrijd gewonnen heeft met 3-0 van Aristotle. Dat was een aardige overwinning voor hem. Maar het is hier Roda die de aftrap neemt. Casemiro. Messi. Casemiro. Casemiro op Ronaldo en er zit Boateng tussen. Remy, die gaat denk ik zo het veld ruimen. George Best. Oh, op Ronaldo. Ronaldo, ja, 1-0. Roda. En ik kan je zeggen, daar zijn ze blij mee in Limburg, hoor. Met die Ronaldo. Jongens zeg. Wat een donders goede speler die Ronaldo, zeg. En daar zijn ze bij Den Haag niet tevreden mee. Maar ja. Dat is nou eenmaal zo. En dat is toch een vroeg nederlaag. Of een nederlaag. Vroeg tegengoal voor ADO. Waar Royce in de ploeg is gekomen. En Mitchell laat ze niet van de wijs brengen. Die gaat gewoon vrolijk door met aanvallen. Maar dat is toch lekker voor Roda. Voor Tom. Snelle voorsprong. Hiernaast is er ook niet een onbelangrijk wedstrijdje bezig. De klassieker. Die kunnen jullie na deze wedstrijd zeker ook even gaan checken. Maar deze wedstrijd is ook een wedstrijd van niveau. Twee goede spelers. En hier Roda aan de bal. Luka Modric. En het is Den Haag. Die achter de bal aanrent. Marcelo die aan het dansen is met de bal. Modric, Messi. Weer George Best. George Best die houdt de bal goed in de ploeg. Maar de verdediging van ADO laat niet met zich sollen. Gaat er dan nu al wat ingegrepen worden? Ja, we zien het hier bij Den Haag. De druk gaat omhoog gevoerd. Er gaat iets meer druk gezet worden. En hoe gaat dat uitpakken? Dat is de vraag. Roda. Messi met de actie. Messi met de sleep. Messi met zijn gouden haartjes. Zijn blonde lokken. Het gaat hier lekker. Oh, de bal Modric. Best. Het is toch Roda die het betere spel heeft in deze wedstrijd. Hier slordig van ADO. En dan wordt misschien afgestraft. Nee, dat wordt niet afgestraft. Daar komt ADO goed weg. En ADO moet nu zelf ook aan de bak natuurlijk. Met Royce. Royce. Kiet. Maar daar Ramos. Die grijpt goed in. Modric. Modric die veel aan de bal is. Best. De aanvoerder. Met de skill dribbel. Maar er zit ADO tussen. ADO die denkt 0-1 verder niet. Maar daar denkt Roda anders over. Messi. Die kon er niet bij komen. Butland. Martial. Georgie best op Messi en Mitchell gaat in het scherm kruipen, lijkt het wel. Hier Ronaldo. Ronaldo met de skilldribbeling en de verdediging is weg. En dan de harde voorzet, maar er staat niemand. Een bal richting het zuiden. Ik snap dat het logisch is voor iemand uit Limburg, maar er stond even niemand. Dan is hier Walker. Royce. Martial. Garrett Bale. Martial. Bale. Gaat de linkerkant op worden. Hij is heel veel ruimte. Heeft hij goed gezien. Alaba. Royce. Gaat hij dan uithalen. Skill dribbelen zien we vaak natuurlijk. Want dat is effectief. Maar onderschept. En dan blijft Roda rustig achterin. En dan wordt de bal toch hard weggewerkt. Ronaldo. Met de bal hier. Op George Best. George Best kan gaan steken op Gullit. Dat doet hij niet. En dan wordt de bal onderschept door ADO. Maar ook weer terug bij Roda nu. En weer bij ADO. Gaat op en neer. Links is ruimte nu. Links wordt hij weggestoken. Garrett Bale. Garrett Bale tegen Sergio Ramos. Garrett Bale houdt in. Omdat die bal in de ploeg blijft.
Kevin Bill. En dan is de aanval wel uit. Maar het bal blijft van de ploeg bij ADO nu. David Alaba. Garrett Bill. Smalling krijgt hier de bal voor Roda. Messi. Casemiro. En Marcelo. Die doet alsof hij een paas, maar dat was een grapje. Want dat doet hij natuurlijk niet. Gaat hij er langs. Marcelo. En Modric. Modric, oh, wat een slechte paas. Dan zie je Den Haag. Die de doelen moeten gaan maken, want die staan gewoon achter. En dan loopt Bill hier diep. Maar daar, ook daar is Ramos weer. Die laat niet meer zijn solden. Sergio, mooi boy, toyboy Ramos. Wat gaat hij toch lekker. Het is ja, een wedstrijd die beide kanten op gaat. De betere kans is voor Roda. Oh, onderschepping hier. Alaba. Wat doet Alaba daar, zeg. Jongens, jongens, dat is de quizvraag van vandaag. Wat doet Alaba daar? Hier wordt de 9 geschud door Tom. Die had er meer van verwacht. Maar ja, hij staat 1-0 voor. Hij heeft niks te klaren. Ja, ondanks dat hij misschien meer doelpunten moet maken. Maar dat zal Mitchell ook overdenken. Of anders overdenken. Maar die zou ook natuurlijk meer doelpunten willen maken. Messi hier. Kapt hem af. Terug op George Best. Dat was niet zo best. Gullit. Gullit met de mooie haren. Ik blijf het zeggen. Wat een geweldig kapsel. Inmiddels heeft hij dat niet meer. Maar dat gaan we natuurlijk niet vertellen. Hier is James Rodriguez. Garrett Bill. Op Martial. Wil hij hem terug? En dan zit daar een verdediger tussen weer. Roda. Ronaldo nu. Voor Roda. Vanuit het niets in één keer. Ronaldo, Messi. Messi houdt in. Ja, goed uitgespeeld. Eerlijk is eerlijk. Goed uitgespeeld. En dan is daar de 2-0 voor rust nog. Waar iedereen dacht dat Messi hem zou gaan schieten, houdt hij in en legt hij hem terug. Heel slim gedaan. Dan is het 2-0 voor Roda. 0-2 moeten we eigenlijk zeggen. En dan lijkt het dat de ruststand te worden. Want er moet nog iets heel geks gebeuren nu in één keer. ADO moet meer de aanval gaan zoeken zometeen. Hier kan Royce, gaat Royce diep. Wordt het dan nog 2-1? Het Oh. Ja, Mitchell, ik kan er ook niks aan doen, jongen. Ik kan er niet voor je erin blazen, vriend. Het is geen 1-2. Dit had er wel moeten worden. Daar zal Mitchell denk ik wel van balen. Helemaal vlak voor rust. Dat had een heel belangrijk doelpunt kunnen zijn. Maar ja, kunnen, wat als. Daar hebben we allemaal niks aan. Het is Marco Royce die hier nog... misschien nog een aanval zelfs. Ja, Garrett Bill. Die kan natuurlijk uithalen met zijn linker. Op voorzetten. Die haalt uit. Oh, 1-2. Toch Garrett Bill. En wordt er gesust. Oh, dat is tricky. Oh, er wordt er gedempt. Oh, is... Dit zijn weekend league tafereelen dit, Mitchell. En dan is het 1-2. En dan wordt er bam gedempt. Ik dacht dat dit 2016 was. Maar ook in 2017 gebeurt dat nog gewoon rustig. En dan is het Mitchell Decibel. Die is onderweg naar een gelijkspel. Want het staat 1-2. Vlak voor rust is een belangrijke treffer. En dan gaat er wat aangepast worden. Het kan toch pijn doen voor Tom. Maar ja, Tom staat natuurlijk wel gewoon nog 2-1 voor. Dus het wordt interessant wat er gaat gebeuren. Ik neem nog een slokje water. Lekker man. Healthy lifestyle. Oh nee, toch niet. Maar goed, Martial. Ja, aan de bal. Royce. James. Alaba. Royce. Dag even aan buitenspel, maar dat was het niet. Hier kan Roda gaan counteren. Best, Ronaldo. Met een skill dribbel. De actie. En dan ADO weer. ADO die op zoek gaat naar de 2-2 natuurlijk. Martial, hier ligt ruimte hoor. Hier ligt ruimte. Royce met de loopactie. Oh, Bill die gaat zelf. Speelt hem. En dan is het geen 2-2. Martial die niet kan scoren omdat de Gator ook tussen zit. En dan is die geel voor Casemiro in vorm. Cornertje van ADO speelt hem kort. James. Met een paar trucs. Bill. Een hakkie. En dan wordt hij heel goed rondgetikt. En dan is hier de bal bij. Boateng. Oh, okay, lekker! Dat is echt een mooie kom goal. Kom op! En dan wordt hier kom op geschreeuwd. Lekker, 2-2. Wat een aparte pot is dit, zeg. Adel die toch iets meer de overhand neemt. Let's go, jongen. Maar Roda, ja, je ziet het. Je hoort het zelfs. Adel die begint er zin in te krijgen. En Tom blijft heel rustig. Dat is kenmerkend aan Tom. Hij blijft gewoon rustig. Ondanks dat hij 2-0 voor staat, nu 2-2.
Toch heeft ADO nu toch wel iets meer de overhand, moet ik zeggen. De eerste helft was duidelijk voor ADO op de laatste minuten na. En dan is hier, oh, hier is ADO helemaal los. Gerrit Bill, schiet hij hem en dan wordt hij, De Gea die houdt hem tegen. Daar zou Tom niet ontevreden mee zijn. En andersom natuurlijk bij Mitchell. Een wedstrijd met veel kansen, dat is wel lekker om te zien. En dan kan het zomaar alle kanten op gaan. Het is een cliché, maar het is zeker waar. Smalling zit hier goed tussen. Die denkt George Best, wie is dat? Die ken ik helemaal niet. Zou wel erg zijn, maar ja. Marcelo voor Roda. Kan Roda nog scoren? Dat is de vraag. Want de laatste tijd is het meer ADO. Marcelo met de bal op Ronaldo. Ronaldo op Gullit. Gullit op Messi. Messi sleept hem, maar dan had Boateng gezien. En dan kan er weer een counter komen voor ADO. Benzema. Walker. Ook dat loopt niet goed af voor ADO. Casemiro hier op Best. Die krijgt hem terug. Best met de loopactie. En dat werd gezien door Ronaldo. En dan Ronaldo. Hier ADO in de aanval. Martial Royce. Die steekt hem diep op Bill, maar er zit Walker tussen. Oh, dat leek even gevaarlijk te worden nog, maar het loopt goed af voor Roda. Dus zitten we in de 67e minuut. 2-2, 4 goals dus. Gelijk verdeeld, dit is verloren van Roda. ADO die toch, vanuit niets wil ik niet zeggen, maar die begon er niet zo goed in deze pot. Die kwam er later wel goed in. En dat geldt een beetje andersom voor Roda. Hier ADO Den Haag in de aanval. Games, Martial. Dan zie je Benzema met een fake shot. En dan met zijn linker. Oh! Dat was een venijnig schot van Benzema, zeg. Met zijn linker voetje. Met een krulbal op de paal. En dan via het hoofd nog. Alsnog in de handen van De Gea. Maar, oh. Die Boateng die leest best. Die heeft best in de broekzak. In de tweede helft in ieder geval wel. Die Boateng die heeft er zin in. Nu iets te veel. De andere boord, hè. Sanchez. Veel man voor de bal bij ADO. En dan komt hij met geluk bij Alaba. Oh! Dat is het 3-2. Ja, lucky, man. Lucky. Lucky. Hij zegt het ook. Hij heeft waarschijnlijk oordopjes op, want hij heeft niet voor niets Michel Decibel, want het gaat door de geluidsbarrière heen hier. Gewoon hier, lucky, 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 hoor ik hier. Maar ik weet niet wat hij op heeft staan. Ik weet niet, heavy metal misschien. Dat is de vraag van de week misschien. Maar het is toch goed teruggekomen van Mitchell. Roda, die schudt het hoofd, Tom. Ik denk, ja, dit was natuurlijk wel een lucky goal, maar dat zei Mitchell zelf ook al. Dat kan je natuurlijk ook niet ontkennen. En dan wordt de druk wat minder van ADO. Dus ze is op de counter gaan hopen. Of in ieder geval meer in de omschakeling. Counter is zo'n nawoord natuurlijk. Maar ja, Tom die is helemaal niet tevreden. Die geeft de 2-0 voorsprong helemaal weg naar een 2-3. En dan is dit een beetje met geluk. En dan Alaba met zijn rechtervoet. Terwijl hij eigenlijk links is en hij lag voor zijn linker. Denkt hij, weet je wat, we gaan hem eens een keer met rechts doen. Dan is het, dan gaat hij de fans even bedanken. Loopt hij heel Den Haag af. Dan gaat hij die stad achter duinen even langs. En dan is het 3-2. En wat een comeback van Mitchell Denkers. Wie had dat nou kunnen denken? Nou, Mitchell wel. Maar goed. We gaan eens even kijken wat hier verder gebeurt. Het is nog een kwartiertje. Het is interessant om te zien wat er nu gebeurt. Gaat ADO voor die 4-2? Of gaat Roda echt doordrukken en gaat ADO op de counter spelen? Voorlopig lijkt het erop dat ADO wel de aanval gaat zoeken. Benzema speelt hem hier op Martial. Martial die houdt de bal even in de ploeg. En dan wordt die cornervlag opgezocht. Dat is heel na voor Tom. Maar ja, daar zal Mitchell scheid aan hebben. Hoe lullig het ook klinkt. Oh, dit is frustrerend. Dan houdt hij het balletje in de ploeg. Nou, doet hij toch wel goed. Maar dit kan vervelend zijn. Oh, dit is een Mark van Mommertje noemen ze dit. Games. Onder de noemer professionele overtreding. En dan zijn alle spelers weer terug bij ADO natuurlijk. Dat deed hij natuurlijk met opzet. En dan zie je Lionel Messi voor Roda. We hebben Roda al een tijd niet meer in de aanval gezien. Maar ho is, daar is Lionel Messi. Oh, met de badminton spin. Ja, en een panel. Hier kan ik niks aan doen. Een panel. Hier kan ik niks aan doen. Hier kan hij niks aan doen, man. Hier kan hij niks aan doen, man. Maar wat gaat hij doen met de doelman? Het is hier. Ja, Ruud Gullit. Het is 3-3. Wat een wedstrijd. Wat een wedstrijd.
vanuit een niets Roda. In één keer met een Berbatov spelen met Messi. Hele tweede helft niet gezien. En dan is het toch de comeback van ADO. En dan toch weer een lichtelijke comeback van Roda, jongens. Wat een pot. Ik wil jullie sowieso na de wedstrijd bedanken voor deze pot. Want ik heb een paar potjes gedaan die minder spannend waren. Walker hier, Benzema. Walker. En ja, wat heb je dan aan die cornervlag gehad? Dat is dan de vraag. Het is hier Ronaldo. Die speelt hem diep op Messi. Houdt hij hem binnen, houdt hij hem binnen. Hij houdt hem binnen. Gaat hij hier naar binnen met Messi. Dan, dat wordt hem helaas niet. Helaas. Karim Benzema. Ta-da-da-ta-ta. Maar Royce heeft hier de bal. Die, weer Benzema. Gaat ADO dan nog scoren? Dat is de vraag. Er zijn nog 1 minuut tussen te spelen. Maar ja, alles kan nog gebeuren hier. Er zijn een paar Houdini-acts hier gekomen. Waar zeg je u tegen? Gullit hier met de dreads. En Messi, die houdt de bal even vast. Oh, die heeft jeuk aan zijn voet. Oh, wordt hij geblokt. Hij lijkt op mijn FIFA-account. Zo erg geblokt. Maar goed, Modric. Oh, wordt hij weer. En dan blijkt het toch 3-3 te worden. Modric hier voor Roda. Wat gaat er nog gebeuren? Messi. Messi met best. Wat een ontknoping wordt dit. Oh, weer een corner. En dan is de laatste kans zijn voor Roda. Die speelt hem terug op Gullit. Oh, valt hij hier voor best. Smalling best. Oh, Sanchez. Ramos. En dan wordt hij weggewerkt. Ik denk dat dit een 3-3 gaat worden. Wat een pot, jongens. De handen worden geschud. Ik hoorde Bas, commentator, zeggen... Nou, jongens, ik wil jullie bedanken voor deze wedstrijd. Ik heb ze saaien gezien. Maar jij zal toch balen. Ik zal zeker balen. Ik kwam 2-0 achter. Ik kwam, kwam wel goed op 2-2 uiteindelijk. Ik ging mijn druk veel meer omhoog zetten. Lucky goaltje 3-2. Ik maakte lucky 3-2. En ja, daarna kreeg ik opeens, ja, weet je, ik doe niks. En ik krijg een penalty tegen en hij maakt 3-3. En toen dacht ik, nou ja, prima. Als je van een 2-0 afstand komt, dan... Als je van een 2-0 afstand komt, inderdaad, precies wat je zegt. Ja. Dat is wel de spannendste wedstrijd van, van deze editie van mij tot nog toe. Ja, want je bent wel als een vuurpijl bezig geweest, hè? Ja, ik ben zeker lekker bezig, ja. Ik had het echt niet verwacht, nee. Nee, het gaat fantastisch dan deze 3-3 tegen een sterke tegenstander als Roda. Heeft een fantastisch team staan. Misschien wel samen met Dani het beste team van de competitie. Eén vraagje wel. Bas begon er al 10 keer over. Wat heb je over die speakers van je? Waar luister je naar? Naar EDM-muziek. Terwijl ik er eigenlijk helemaal niet van hou. Maar ik doe het puur voor de concentratie. Echt waar. Met Shot Decibel. Eigenlijk hou ik van hardstyle. Ja, deze wel inderdaad. Daar staat die deze ook voor vanwege die feestjes. Maar ja, ik luister puur voor EDM naar, vanwege mijn concentratie. Het helpt, denk ik. Het helpt zeker, ja.